Heren, alles goed? Meneer Buettner, ja? Het huis hierachter, dat is hem, dat gaat hem worden? Nou, dat denk ik niet, want het huis wordt aan de grond gegooid. Alles wat hier is, wordt allemaal een kale vlakte. Dus er wordt allemaal weg. Op de bouwtekeningen is te zien dat het een supergrote villa gaat worden. Met onder meer een ondergrondse verdieping waar films gedraaid kunnen worden en waar Buettner spelletjes kan spelen. Daarnaast krijgt de voetballer van Manchester United een zwembad dat vanuit de kelder in de tuin bereikbaar is. Vader Buettner vindt het allemaal prachtig. En ook dat hij in zijn eigen omgeving blijft. Als je hier rechts kijkt, daar heb ik mijn zoon zelfs nog getraind. Dag en nacht op dat voetbalveld daar. Ook de buren zijn blij met hun nieuwe buurman. Ja, hartstikke leuk. Ik ken ze goed, dus ze zijn toffe mensen. Dat de grote villa van Buettner misschien een beetje afsteekt vergeleken met de andere huizen, lijkt niemand een probleem te vinden in Doetinchem. En zeker vader Buettner niet. Geen probleem. Als je het kunt, moet je het doen. En wel met de beide benen op de grond blijven staan, niks uitsloven. Waarom? Niks. Maar als je het kunt doen, ja, nou, waarom niet?